Van harte welkom en gezellig dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Karin en ik ben eigenaresse van Studio Wollig en Stoffig. En ik maak hier op mijn YouTube kanaal creatieve video's om jou te inspireren. En in deze video wil ik eigenlijk het verhaal achter Studio Wollig en Stoffig met je delen. Zodat je mij een beetje beter leert kennen, maar ook het bedrijf Studio Wollig en Stoffig beter leert kennen. En dat ik met je kan delen. Ja, de reden waarom ik doe wat ik doe, zeg maar. Ik heb voor mezelf even een speakbriefje opgeschreven. Dus omdat ik niks wil vergeten met je te delen. Dus ik zou zeggen, ga er even een kopje thee of koffie bij pakken. Neem een haakwerkje of een ander creatief project erbij waar je mee bezig bent. En kijk gezellig mee. Om maar even bij het begin te beginnen van Studio Wollig en Stoffig. Maar eigenlijk moeten we dan daarvoor nog even een stukje terug. Want in augustus 2022, dus dat is inmiddels 2 jaar geleden, begon ik voor het eerst weer met handwerken. En ik begon met breien. En ik merkte gewoon dat ik het heel lekker vond om even in zo'n bubbel te kruipen. Waar ik even aan niks hoefde te denken. Waarin mijn gedachten merkte ik gewoon rustiger werd. En dat was precies waar ik naar op zoek was. Want het jaar daarvoor, in 2021, in januari, kwam ik keihard in een burn-out terecht. En ik heb daar wel eens vaker over gedeeld en dingen over verteld. En dat was echt, nou, in al mijn toen nog 42 jaar, of langer geleden alweer, 41 jaar, echt wel de zwartste periode van mijn leven. Ik had echt op een gegeven ogenblik ook gewoon geen zin meer om hier te zijn. Dus dat was een hele heftige, zware periode. Daarvoor ging er natuurlijk ook alweer heel veel aan vooraf, want je komt niet zomaar in een burn-out terecht. Het is meer dan alleen maar het niet leuk hebben op je werk of dat er dingen privé spelen. Het is een combinatie van allerlei dingen, van jarenlange stress die zich opbouwt en nergens heen kan. En, nou ja, anyway, ik kwam in 2021 in een burn-out terecht. Aan het einde van dat jaar krabbelde ik weer op. Ik vond een andere baan en... Maar ik merkte gewoon dat ik zoekende bleef naar, oké, ik moet het anders doen dan dat ik het voorheen deed. Want anders kom ik weer terug in die burn-out. En dat is gewoon niet de bedoeling. Dat is ook niet wat ik wilde natuurlijk. Dat wil niemand. Dus ik was echt op zoekende al die tijd van, oké, ik moet iets voor mezelf hebben. Waar ik mezelf gewoon even lekker in kan ontspannen. Tijd voor mezelf kan nemen. En waarin ik weer plezier ga leren hebben. En dat ik het weer leuk ga leren hebben. Want de eerlijke zin, dat was echt allemaal gewoon verloren en kwijt. Ik had gewoon niks meer wat ik nou echt leuk vond. Wat ik nou echt met plezier deed. Waar ik echt het naar mijn zin in had. Nou ja, dat. Dus in 2022 begon ik dus in augustus met breien. En dat kwam eigenlijk omdat ik bij toeval... Ik was hierboven in het nieuwe huis mijn zoldertje een beetje aan de kant aan het maken... En ik kwam breinaalden tegen die nog van mijn moeder waren geweest. Ik had nog 1 bolletje wol liggen, of nog 2. En ik dacht, weet je wat, ik ga het gewoon proberen. Ik ga gewoon proberen te breien en ik zie het wel. Nou, dat heeft een half jaar ongeveer mij in beslag genomen. En ik merkte dat ik er echt weer schik in had. Ik merkte dat ik weer schik in had in creatief bezig zijn. En ik merkte gewoon dat het me een goed gevoel gaf. Het gaf me een gevoel van zelfvertrouwen. Dat ik dacht van, oh wauw, ik kan iets. Ik kan iets van niks. Kan ik iets maken, kan iets creëren. Ik leerde weer dat ik trots op mezelf mocht zijn. En ik kreeg weer een glimlach op mijn gezicht. Ik merkte echt dat ik daardoor stapjes aan het maken was. Ook weer verder helen na mijn burn-out. En dat was een heel fijn gevoel. Ik had in die tijd ook al een eigen bedrijf, meer op het gebied van spiritualiteit en journalen was ik ook al wel mee bezig toen, maar nog niet helemaal. Maar ik kon mijn draai gewoon niet vinden en mijn bedrijf, het liep ook niet zoals ik graag zou willen, maar achteraf gezien snap ik dat ook wel, want daar zat helemaal totaal mijn energie niet meer in. Dus ik besloot in januari 2023 om daarmee te stoppen. Dus ik stopte met mijn bedrijf. En ik liet alles los en ik dacht, weet je wat, ik ga de komende 9 maanden, ik vond 9 maanden een hele mooie, ik weet niet hoe je dat noemt, maar 9 maanden is ook een periode waarin iemand zwanger is, geboren wordt, dat zeg maar. Ik vond 9 maanden een mooie tijdspanne voor mezelf om in gedachten te nemen, oké. Als ik in september
of in september kijk ik gewoon hoe ik me dan voel en waar ik heen wil en ik zie het wel. Dus ik liet alles los en vervolgens ging ik een paar maanden later, ik was dus nog steeds aan het breien, en een paar maanden later ging ik proberen te haken. Nou, dat was misschien mijn tweede poging om ooit te gaan haken, want ik vond haken namelijk altijd vrij intimiderend en dat ik dacht van, al die verschillende steken, als ik een HV zie staan of een ST zie staan, ik heb geen idee wat er gezegd wordt. Dit neemt niks voor mij. Maar ik dacht, weet je, breien is ook 100% meegevallen. Laat ik gewoon eens proberen. Misschien vind ik haken ook wel leuk. En zo gezegd, zo gedaan. Ik begon dus in april van 2023, dus dat is nu 1,5 jaar geleden, begon ik te haken. En zoals ik altijd al heb gedaan, deelde ik dat natuurlijk ook op mijn social media's. En op een gegeven moment vroeg een volger van mij op Instagram, die vroeg van, goh, hoe heb je dat gedaan? Ik wil ook zo'n hexagon maken, maar ik weet niet hoe. Wil jij dat mij eens uitleggen? Dus, zo gezegd, zo gedaan. En ik ging een video maken. En dat is de video, hoe haak je een hexagon? En dat is ook mijn meest bekeken video van echt all time. Die zit inmiddels op 40.000 views, geloof ik. Die is echt enorm veel bekeken in het afgelopen 1,5 jaar. En dat is achteraf gezien de start geweest van Studio Wollig en Stoffig. Op dat moment had ik dat helemaal nog niet zo in beeld. Ik maakte gewoon die video, ik maakte een tutorial om haar te laten zien hoe ze dat kon doen. Ze replyde naar mij van, oh fantastisch, ik snap het nu, ik ga ermee aan de slag, hartstikke leuk. En ik had die video op mijn YouTube kanaal geplaatst en ik plaatste al heel lang video's. Alleen over spiritualiteit en over andere onderwerpen. Dus ik dacht, nou weet je wat, ik zet die video gewoon erop. En dan kan zij hem zien. En mocht ik iemand anders daar nog mee kan helpen. Nou, is dat mooi meegenomen. En dat is gebleken. Vervolgens merkte ik dat ik het gewoon ook heel erg leuk vond en vind. Om dit meer te gaan delen. Want ik voelde aan mezelf hoeveel impact het op mezelf had. Wat ik net ook zei, ik merkte gewoon dat ik weer meer tijd voor mezelf ging nemen. Ik voelde meer zelfvertrouwen. Ik voelde me weer trots. Ik kreeg weer een glimlach op mijn gezicht. Ik voelde me meer relaxed. Als ik iets creatiefs aan het doen was. En in dit geval dan dus haken. En ik merkte gewoon dat dat weer helemaal omhoog kwam borrelen. Ook alle andere creatieve dingen die ik graag doe. Zoals bijvoorbeeld junk journalen. Maar ook naaien, met de naaimachine, kleding maken, kussens maken, allerlei leuke dingen maken gewoon. Creëren, creativiteit, leuk, interessant. En ik deed het als kind al, maar ik was dat daarna gewoon helemaal verloren in mijn volwassen leven. Omdat het gewoon, ja weet je, je gaat gewoon huisje, boompje, beestje. Je hebt een vriend, je gaat trouwen, je werkt fulltime, je krijgt een kindje, je gaat iets minder werken, je bent moeder, je bent allemaal met allemaal dat soort dingen bezig. Ik verloor gewoon dat uit het oog, dat ik eigenlijk altijd al creatief ben geweest, maar het gewoon kwijt was geraakt onderweg. En ik hervond dat gewoon weer helemaal en ik wilde dat heel graag delen met andere mensen om hun ook te kunnen helpen met meer te gaan ontspannen en weer een glimlach op je gezicht te krijgen en weer meer zelfvertrouwen, je eigen kleding te dragen of je eigen kussens in huis te hebben of dat soort dingen. En dus ben ik meer video's gaan maken. En ik geloof dat ik zo in juni en augustus een paar video's heb gemaakt. Nou, toen wat meer consistent, wekelijks video's. En ik merkte gewoon dat mijn kanaal ging groeien. Mensen vonden het leuk en vinden het interessant. En raak ik geïnspireerd. En dat moedigde mij natuurlijk ook aan. En toen heb ik in november 2023 mijn eerste haakpatroon geschreven. Voor de hexagon trui, als ik me niet vergis. Volgens mij wel, de hexagon trui. En van daaruit zijn er steeds meer patronen ontstaan, want die hexagon trui is echt mijn bestseller. Daar zijn echt de meeste haakpatronen. Daar zijn meer dan 50 haakpatronen inmiddels van verkocht. Ik geloof zelfs al wel veel meer, maar ik ben de tel een beetje kwijt. Maar dat is gewoon zo'n fijn gevoel om andere mensen dan met wat ik doe te inspireren en daarin te motiveren. Dat is gewoon heel erg nice. En toen besloot ik, toen was het dus natuurlijk al september geweest. En toen had ik eigenlijk half al wel besloten, oké, ik wil hier meer mee doen. Ik wil meer met dit. Nou, toen kwam ik met de naam Studio Wollig en Stoffig. En heel langzaamaan, zo gedurende zo het einde van het jaar, merkte ik, oké, ik wil hier meer mee doen. Maar het voelde ook als een rete spannende stap, want ik had al bedrijven gehad en die deden niks. Die deden het niet goed. En ik was ook weer bang om gewoon te falen. Eerlijk is eerlijk.
Uiteindelijk heb ik de stap genomen in januari van dit jaar, 2024, om alles om te gooien naar Studio Wollig en Stoffig. Mijn Kamer van Koophandel inschrijving op Studio Wollig en Stoffig te zetten. En ook mijn website op Studio Wollig en Stoffig te zetten. En tot op heden ben ik daar nog steeds heel erg blij mee dat ik die stap genomen heb. Want ik vind het nog elke keer weer leuk om een video te maken. Ik baal er in het begin van het jaar, heb ik geloof ik 2 keer een video niet geüpload op vrijdag. En daar baal ik dan ook ontzettend van. Maar goed, het is wat het is. Maar ik merk gewoon dat ik het heel erg leuk vind om dit te delen. Om creativiteit te delen en om jullie te inspireren. En, nou, dus dat is eigenlijk ook een beetje de missie geworden van Studio Wollig en Stoffig. Om mensen te helpen met ontspannen. Dus te onstressen en te ontspannen, tijd voor jezelf te gaan nemen en weer een glimlach op je gezicht te krijgen. Dat is mijn missie, om daar zoveel mogelijk mensen in te inspireren en mee te helpen. En ik doe dat met behulp van deze video's bijvoorbeeld. Ik doe dat door middel van mijn haakpatronen, door middel van de wenscollectie. Wenscollectie zijn handgemaakte items door mij die in de webshop staan. Bedoeld om jou een glimlach op je gezicht te geven. Dus op die manier probeer ik deze missie uit te dragen en jou hiermee te helpen. Nu heb ik heel veel plannen en ideeën nog voor Studio Wollig en Stoffig. En ik kan ze niet allemaal binnen een week realiseren, helaas. Dat is natuurlijk ook gewoon zo. Want na Studio Wollig en Stoffig heb ik ook gewoon een baan. Een 4-daagse loondienstbaan. Een loondienstbaan. En ja, daar gaat ook gewoon tijd en energie naartoe natuurlijk. Maar in de dagen dat ik vrij ben, probeer ik altijd dingen te filmen voor je. En delen met je wat voor creativiteit jij zelf ook allemaal kunt doen in jouw leven. En dat kan haken zijn, maar dat kan ook journalen zijn. Of armbandjes maken zijn. Of andere leuke friemel en frutsel dingetjes. Ik pas geleden heb ik een patchwork sjaal gemaakt. Super tof. Nou, de intentie is om nog heel veel in mijn webshop te zetten. Om jou te inspireren en te helpen dit dus te doen. Om dus meer om te ontspannen. Meer tijd voor jezelf te nemen. En weer een glimlach op je gezicht te krijgen. Daar komen nou ja, van allerlei leuke dingen komen eraan. Maar dat heeft even tijd nodig zoals ik al zei. Maar ik doe mijn uiterste best, want, en dat heb ik al eerder gezegd, de droom is om van Studio Wollig en Stoffig mijn 100% baan te maken, zodat ik nog veel meer mensen kan helpen met ontspannen en creatief bezig zijn. Dus het lijkt me fantastisch als mensen hun creativiteit weer gaan omarmen en weer gaan voelen en weer dat trotse gevoel van ik heb iets zelf gemaakt. Gewoon met mijn eigen handen heb ik iets zelf gemaakt. Kijk eens. En dat is echt een amazing gevoel en dat gun ik iedereen. En daarom ben ik Studio Wollig en Stoffig begonnen. En daarom ga ik ermee door. En daarom ga ik ook mijn uiterste best doen om het te laten groeien. Je hebt sowieso elke vrijdag hier een creatieve video van me. Dus of zo'n gezellige kletsvideo of we gaan iets leuks maken. Hoe dan ook, elke week kun je een video verwachten. Ik heb ook de intentie om vaker video's te uploaden. Dan zal er op dinsdagavond ook een video online komen. Als dat zo is, dan zie je hem vanzelf verschijnen. Vergeet dan niet te abonneren op dit kanaal. En ook het belletje aan te klikken. Er staat zo'n leuk klokje, zo'n belletje. Klik die ook aan, want dan krijg je namelijk een melding op je telefoon. Op het moment dat er een nieuwe video online is. En zo mis je dan dus helemaal niks. Dus dat is mijn verhaal achter Studio Wollig en Stoffig. Mijn bron waar het begonnen is mijn burn-out geweest. Toen was het de allerzwartste periode in mijn leven. En nu merk ik gewoon dat het me heel veel heeft gebracht. Ik kan veel beter naar mezelf luisteren. Ik heb veel sneller in de gaten. Ik ben te ver gegaan. Ik ben overprikkeld. Ik weet steeds beter en sneller hoe dat ik weer tot rust kan komen. Mijn hoofd weer tot rust kan brengen. En ik hoop ook dat ik dat met je of aan je kan laten zien in mijn video's. Dat is ook een van de redenen waarom ik nu studio vlogs upload en voor je opneem. Zodat je ook kan zien dat ik ook maar gewoon een mens ben. En ook gewoon tegen de dagelijkse
dingen aanloop. De stress en de overprikkeling van alles wat je meemaakt. En nou ja, goed. Dan kun je dat gewoon allemaal bekijken. En ik hoop dat ik je daarmee dus dan ook een beetje een hart onder de riem steek. Dat je denkt van, ik ben niet de enige. Nee, dat ben je niet. Ik hoop dat het je... Ja, dat dit verhaal je een beetje meer duidelijkheid heeft gegeven over wie ik ben en waarom Studio Wollig en Stoffig bestaat. Ik hoop dat jij je abonneert, mocht je dat nog niet gedaan hebben. En ben je al wel abonnee, super fijn dat je gewoon weer gekeken hebt naar een video. Ik ben heel dankbaar en heel blij met jullie als kijkers, want jullie zijn echt onwijs lieve mensen. Jullie reageren ook altijd met super lieve berichtjes en jullie proberen ook te helpen en tips te geven. Echt, echt heel erg tof. En daarbij wil ik deze video afsluiten. Daarmee wil ik deze video afsluiten. Dankjewel. Dankjewel weer opnieuw voor het kijken naar deze video. En ik zie jou heel erg graag weer bij een volgende creatieve video. Dankjewel.